Welkom bij een nieuwe serie op het YouTube kanaal van Darts Actueel. Koffie met. En vandaag doen we koffie met Jermaine Wattimena. Jermaine, welkom. Ja, dankjewel voor om mij hier te hebben natuurlijk. Ja, heel erg bedankt dat je tijd voor ons wel wil vrijmaken. Ja. We hebben je dit jaar alle meters gezien. De World Grand Prix, eigenlijk een beetje je eerste doorbraak. Nadat je de Bulls miste tegen Gary Anderson. Daar was eigenlijk de echte Jermaine Wattimena een keer van de vloer op het podium zagen. Ja, ik denk het wel. Hij begon de eerste wedstrijd al aardig goed tegen Adrian Lewis. Startte die wedstrijd slecht, daarna ging het beter. En tegen Peter Wright, alles viel eigenlijk. Dubbels gingen snel in, kopen snel. Finish goed, score is goed. Alles klopte eigenlijk, die wedstrijd. En hoe heb je het eigenlijk van de vloer naar het podium gekregen? Want we hebben gezien dat je er heel veel moeite mee hebt gehad in het begin. Ja, ik heb natuurlijk eerst 2-3 jaar wel moeite mee gehad. En de laatste 2 jaar gaat het wel een stuk beter, omdat ik meer Eurotours gegooid heb natuurlijk. Meer podiumervaring en wat rustiger podium wordt. Ja, ik let er toch wel aan, uiteindelijk. Is het wat alle spelers zeggen? Het is de ervaring die het hem eigenlijk doet? Ja, uiteindelijk wel. Kijk, je hebt spelers die het heel goed doen op de vloer natuurlijk. Ja. Maar je hebt ook spelers, dat zijn echt podiumspelers. Die heb je ook, uiteraard. Maar mij komt het uiteindelijk, nu uiteindelijk naar boven toe, dat het podium ook steeds beter gaat. Ja. Ik denk eigenlijk sinds anderhalf jaar geleden denk ik dat het al beter gaat op het podium. Ja, we zien je steeds langzaam stijgen, dus wat dat betreft, de prestaties spreken wat dat betreft in je voordeel. Ook ben je benieuwd wat je hier gaat doen. Dit is ook een groot podium. Het is de eerste keer dat je hier bent. En ik ben benieuwd, wat zijn je doelen? Wat verwacht je van dit toernooi? Wanneer ben je tevreden? Ja. Ja, je bent pas tevreden als je nooit wint natuurlijk. Ja, maar hey, ben je tevreden als je tweede ronde eruit gaat? Nee, natuurlijk niet. Nee, okay. Heb je doelen gezet voor dit toernooi? Of is het gewoon proberen zo goed mogelijk te spelen en kijken waar het... Ja, het zijn natuurlijk dan... allemaal topplayers die hier aanwezig zijn. Ja. En je probeert gewoon je best te doen. Elke wedstrijd wil je winnen. En elke toernooi wil je gaan winnen. Dus ik denk dat je pas tevreden bent als je echt gewoon het toernooi hebt gewonnen, zeg maar. Ja. Kijk, het is natuurlijk heel moeilijk, wat al zei, allemaal topspelers. Maar je bent hier niet om te verliezen. Nee, het zijn allemaal topspelers hier, dus ja. Iedereen wil hier winnen. We gaan natuurlijk richting het WK straks. Wat verwacht je eigenlijk zelf van het WK? We moeten toch 2 toernooien ervoor natuurlijk, maar wat is je verwachting op het WK? Met een goed WK of een goed Player Championship Finals, kan je ook de Masters gaan spelen bijvoorbeeld? Speel dat dan door je hoofd heen? Nee, eigenlijk helemaal niet. Ik kijk natuurlijk pet mooi eerst. Ik ben nou eigenlijk nog niet helemaal bezig met het WK. Natuurlijk zijn dit mooie waar je op weg moet helpen om naar het WK te gaan. Maar voor mij is het nog het gevoel van, het zijn nog eerst nog een aantal toernooien. We komen weer nog de Grand Slam qualifier. En ik denk dat na de Grand Slam richting de Players Championship en het WK. Daar moet je dan echt volledig ook voor staan. En, waar ik heel benieuwd naar ben, is dat tegenwoordig in Nederland komt het steeds meer gesprek over het nummer 2 van Nederland. Ik weet niet hoe ver jij daar zelf mee bezig bent, maar je hoort steeds vaker over de social media dat mensen steeds meer aan het discussiëren zijn wie de nieuwe of de nummer 2 van Nederland wordt. Aangezien Jeffrey de Zwaan ook aardig aan het omhoog klimmen is op de Order of Merit. Ben je daar zelf ook mee bezig? Nee, helemaal niet. Kijk, Jeffrey is een hele goede speler, laat eerlijk zijn. Maar we doen allebei ons best. We kijken wel hoe ver we komen en ik denk dat Jeffrey daar ook niet heel erg mee bezig is. Kijk, je wil zo hoog mogelijk op die ranking staan. En ik denk dat we zijn ook niet rivaal of zo van elkaar, helemaal niet. Kijk, de afgelopen week spelen tegen elkaar. En er was na de wedstrijd zegt tegen elkaar toch nog succes verder in de volgende ronde. Kijk, ik denk, zelf ben ik er niet mee bezig. Er is geen strijd tussen jullie, zeg maar, gaande? Tussen ons persoonlijk helemaal niet. Wij kunnen heel goed met elkaar opschieten op zich. En wat dat betreft is er geen strijd wie de beste nummer 2 van Nederland is. Wij spelen gewoon ons spelletje. We doen ons best. We willen allebei gewoon de wedstrijden winnen, het mooie winnen. Ja. We willen gewoon laten zien wat we kunnen. En ja, we zullen zien wat het uiteindelijk gaat worden, uiteraard. Stel je jezelf doelen, ben jij echt een speler die zegt van ik bekijk het van toernooi naar toernooi en probeer gewoon zoveel mogelijk te trainen en mijn niveau te halen? Ja, mijn doel is nou de top 6 halen, aangezien ik nou echt tegenaan zit. Tegenaan, je staat 17. 17.
Dus dat is eigenlijk mijn doel. Toen ik begon met de PDC eigenlijk, toen was mijn doel top 4 in schalen, omdat je in 2 jaar voorbehoudt een tourkaart. Maar dan kwam ik steeds dichter bij die top 32. En ja, dan wil je je doel halen top 32. Doel en dan sta je dicht bij top 16 en dan wil je die doel ook nog halen. Ja. Dus ja, dat is eigenlijk wel... En het is natuurlijk belangrijk, hè? Want dat betekent wel dat je vaak later instroomt. Ja, klopt. Alleen denk nummers 14 tot en met 17, dat zou heel veel gaan concurreren met elkaar. Ja. Nou, dat zit ook redelijk dicht bij elkaar nu, hè? Ja, het zit echt dicht bij elkaar. En het zijn allemaal wel spelers die ook goede resultaten kunnen halen. Die kunnen ook hier een halve finale halen, bijvoorbeeld. Ja, het zijn allemaal goede spelers. Kijk, ik denk, als je kijkt wat dat ook op de vloer rondloopt, hè. De spelers die niet gekwalificeerd zijn op het tv-toernooien, hoe goed die ook zijn. En hoe moeilijk het is elke weer een goede wedstrijd neer te zetten. Kijk maar naar Q-School tegenwoordig. Daar kom je met 100 gemiddeld bijna niet meer in die finale. Nee, ja, bizar. Kijk, dat wordt natuurlijk beter. En het is ook al steeds leuk om voor jezelf weer te gaan spelen, zeg maar. Om weer een niveau te halen wat je kan. Ben je het ook eens met Alan Norris, die vorige week tegen ons vertelde dat hij vindt dat het toch ongeveer hetzelfde blijft, maar dat daaronder gewoon de kracht en de spelers steeds beter worden, maar ook steeds breder worden qua subtop. Dat er steeds een grotere subtop komt. Ja, ik vind wel dat er een grotere subtop komt. Dat, vaak ligt het maar net op 1-2 dubbels waar je de wedstrijd door gaat winnen of verliezen. Ja. Dus het wordt al, het zit al steeds meer dicht bij elkaar. Ja. Dit jaar zien we je echt vrij constant op de vloer spelen. Je bent een van de betere vloerspelers. Wat opmerkelijk was, is dat je dit jaar ook een keer een wedstrijd tegen Meester Sujovic omdraaide. Was dat echt een mentale overwinning voor jou? Ja, natuurlijk. Kijk, ik had nog nooit van hem gewonnen. En ik had daarvoor een dikke breed gehad van hem. En ik stond best wel goed gegooid de hele wedstrijd, ondanks ik 4-1 of 4-0 achterkwam. En toen ik op een gegeven moment mijn doel begon te raken, toen draaide de hele wedstrijd om. Dat was op zich wel lekker, mentaal ook. Verklaar dat ook een beetje de stijgende lijn die we de afgelopen paar maanden zien? Is dat echt een beetje de klap geweest van oké, nu weet ik dat ik het kan? Je hebt echt heel veel moeite gehad altijd met mensen, hoor. Ja, kijk, Mensen is natuurlijk een hele moeilijke speler om tegen te gooien. Omdat hij wel veel tijd neemt en rust neemt en hij doet gewoon zijn ding. Ik ben best wel snelle speler, dus ja. En als het dan niet lukt, dan ga je zelf wat frustreren en dat moet je helemaal niet doen. En dat heb ik in die wedstrijd niet gedaan. Maar hoe voorkom je dat? Want een visser van de voort zegt ook, ik moet me daar niet aan ergeren. Ik moet gewoon langzamer naar het podium lopen, naar de okkie lopen. Ik moet proberen mijn rust te houden en niet op hem te letten. Maar het lukt hem zoals laatst ook niet. Net zoals die Players Championships. Ik bleef natuurlijk wat langer bij die tafel staan en mijn handdoekje en pijlen. Dat zou ik op die tv of die Eurotour toernooien ook wel moeten langer daar moeten blijven staan. Kun je dat ook? Ja, neiging om bijna rechtsaf te slaan naar de okkie, dat scheelt niet heel veel. Ja, dat klopt. Je niet een tegenstander voor de voeten soms, vooral als je er een beetje in zit. Ja, dat klopt. Het is nog wat leren en thuis train ik ook dat ik wat langzaam moet gooien, zeg maar. Maar als ik mezelf alleen train, dan is natuurlijk, het gaat in één keer door. Maar ik moet dan ook leren gewoon even zoveel seconden rust nemen, zeg maar. Wij spelen gewoon 20 seconden even wachten en dan pas gooien. En ik denk als je dat meeneemt in de training en naar de wedstrijd toe, ik denk dat je dat wel... Heeft het meerwaarde als je traint met spelers die langzaam gooien? Het heeft een meerwaarde. Met trainen maak je helemaal niet druk. Je hebt geen spanning, je hebt geen zenuwen, helemaal niks. Dus ik denk niet... Het is wel lekker om tegen langzaam spelers met langzaam spelers te trainen. Maar op het podium is het toch anders. Ja. Goed, podium. Ik wens je in ieder geval veel succes in de komende toernooien. Dat komt goed. Bedankt dat je tijd voor ons had. Ja, geen probleem. Vonden jullie dit nou een leuk filmpje? Laat even een duimpje achter. Abonneren kan hier beneden. En dan zien we jullie bij de volgende Koffie met.